Wat nu? Zo luidt een van de meest gestelde vragen van leden onder artikelen op de Correspondent. Net als, goed dat dit wordt aangekaart, maar wat doen we eraan? Hoe zorgen we ervoor dat dit probleem wordt opgelost? En ook, hoe zorgen we ervoor dat meer mensen dit weten dan alleen leden van de Correspondent? Daar hebben we een nieuw antwoord op gevonden. De Correspondent Foundation. Een stichting die de maatschappelijke impact en het bereik van journalistiek wil vergroten. Bijvoorbeeld door het nieuwste boek over de toeslagenaffaire breed beschikbaar te maken. In andere vormen en in toegankelijke taal. Zodat het iedereen duidelijk wordt dat dit geen incident was, maar iets dat fundamenteel anders moet. Of door journalistiek van de Correspondent om te zetten in lesmateriaal. Zoals de serie Verzwegen Geschiedenis over ons koloniale verleden. Zodat jongeren beseffen hoe dat doorwerkt in het hedendaags racisme en wat ze eraan kunnen doen. Of door campagnes mogelijk te maken, zoals we eerder deden met Het Water Komt. Waardoor in één klap 5 miljoen mensen hoorden wat klimaatverandering voor Nederland betekent. Als lid maak je journalistiek van de Correspondent mogelijk. En nu kun je ons als donateur van de Correspondent Foundation helpen om de volgende stap te zetten. Journalistiek inzetten voor maatschappelijke verandering. De stichting is volledig onafhankelijk en wordt vrijwillig geleid door een fenomenaal bestuur. I added that, but we can keep that in, right? Bijkomend voordeel? De stichting is een officieel goed doel, dus je donatie kan belastingaftrekbaar zijn. Nerd. Just saying. Dus, wat nu? Simpel. Ga naar correspondentfoundation.org en word donateur. Dankjewel. 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 Verzwegen geschiedenis. Difficult word.